Karin Traa, we zitten midden in de cultuurweek en dan is er een Van Gogh-route in Helvoort. Dat is niet toevallig, hè? Nee, dat is zeker niet toevallig. Helvoort heeft een mooie geschiedenis met Vincent van Gogh. Zijn ouders hebben hier gewoond en het hele gezin. En daarna volgden ook nog vele familieleden. En er is al een bestaande wandelroute hier. En tijdens de cultuurweek hebben ze die aangegrepen om er een aangeklede route van te maken. Aangekleed, daar bedoel je mee dat er mensen uit die tijd, gekostumeerd, rondlopen in het dorp of een vaste plek? Ze hebben een vaste plek en dat zijn de plekken waar die nog naar Vincent van Gogh wijzen. Waaronder bijvoorbeeld het huis van de tantes, waar 3 tantes hebben gewoond. Je komt langs de domineeswoning, waar het gezin heeft gewoond. Nou, we staan hier in de kerk, waar vader van Gogh heeft gepredikt. En waar dat hij nog zijn Bijbel achtergelaten heeft. En de route gaat verder langs het graf van oom Johannes van Gogh en tante Doortje. En bij de inbreng zijn ook nog activiteiten. Heel wat eigenlijk, hè? 1,5 kilometer duurt die wandeling? Ja, ongeveer. Ja. En zijn er nog heel veel mensen die nog heel weinig van Van Gogh weten? Want je woont wel in het dorp van Van Gogh. Maar is er nog heel veel te leren voor ze? Ik denk dat er nog veel te leren valt voor ze. En ik hoop dat deze route daaraan bijdraagt. Is een soort verrassingsroute dan voor ze? Ja, het is zeker een verrassingsroute. Onderweg wordt theater gespeeld, dus bij elke plek. En aan het einde kunnen ze nog een voorstelling van de aardappeleters verwachten. En er is een mooie tentoonstelling. Wanneer ben jij tevreden? Vanavond om 9 uur, 9:30 zeg maar. Wanneer ben je echt helemaal tevreden? Als ik blije mensen zie, als het eigenlijk als het droog weer is, maar ook met regen. Als ik de enthousiaste spelers net al zag in de voorbereiding, ik ben eigenlijk nu al tevreden. Yvonne van Oorschot, jij bent gids in Helvoort en jij weet een heleboel van Vincent van Gogh. Nou, niet zo heel erg veel, maar wij zijn hier met de Stichting Vincent van Gogh een aantal jaren geleden begonnen met een rondleiding, eventueel met gids. En dat is eigenlijk recent pas opgestart, omdat corona ertussen gezeten heeft. En we zijn nog een beetje aan het try-outen, om te kijken van wat moet er nog in de route, wat moet er nog uit de route, wat moeten we vertellen, wat moeten we niet vertellen. En daar zijn we nog een beetje mee aan het spelen. De wandelaars willen natuurlijk weten, waar heeft Vincent van Gogh gewoond, waar heeft hij gewandeld en waar heeft hij geschilderd? Ja, Vincent van Gogh heeft niet in Helvoort gewoond, want toen het gezin van Gogh naar Helvoort kwam, omdat de dominee hier beroepen werd, was Vincent al bij zijn oom in Amsterdam en was daar al aan het werk. Dus hij heeft hier niet gewoond, maar is wel regelmatig bij zijn familie op visite gekomen. Bij feestdagen en bij verjaardagen. En dan woonde hij hier in nu de Torenstraat, de oude pastorie. En daar kwam hij dan logeren. Hij heeft ook geschilderd, hè? Hij heeft niet in Helvoort geschilderd. Hij heeft in Helvoort wat tekeningen gemaakt. Omdat Vincent in de tijd dat de familie hier woonde nog eigenlijk helemaal niet met schilderen en tekenen bezig was. Wel af en toe, maar hij is pas echt begonnen in 1885 met het echte schilderen. En hij heeft eigenlijk in 5 jaar tijd onnoemelijk hard gewerkt. En voor die tijd is hij nog zoekende geweest. Hij was zoekende op allerlei vlakken ook, hè? Zijn vader was ook niet erg gelukkig met het feit dat hij kunstenaar werd, hè? Nee, maar dat was in de tijd van Helvoort nog helemaal niet. Want toen was hij bij zijn ooms in dienst en die hadden waren kunsthandelaren. Dus daar zijn ouders waren daarmee bekend. En die vonden dat ook helemaal prima. En daarna heeft hij nog gezocht in het beroep van zijn vader als leken dominee of als leken priester. Ook dat is niet gelukt. En eigenlijk is pas in Nuenen is het pas eigenlijk tot een clash gekomen tussen zijn vader en hem. Omdat hij toen inderdaad de kunst in wilde. En zijn vader was daar niet gelukkig mee. Hoe zou u Vincent van Gogh typeren? Een zoekende man, een dolende man. Ik denk zelf, maar dat is mijn persoonlijke mening, een eenzame man ook. Maar een geniaal kunstenaar. Ook een man met veel liefdesverdriet, geldzorgen en uiteindelijk een beetje in de psychiatrie terechtgekomen, hè, in Zuid-Frankrijk.
Ja, hij is uiteindelijk, heeft hij toch wel, ook is, heeft hij gedoold met zijn leven, maar ook inderdaad, dus psychiatrische problemen heeft hij gekregen, ja. Hij is vooral bekend natuurlijk door het afsnijden van zijn oren. Ja, ja, dat klopt. Is dat dat zo blijft hangen bij mensen? Ja. En hij is ook slecht aan zijn einde gekomen, hè? Ja, hij is bij zijn broer gaan wonen toen. Hij was onder Parijs en daar is hij bij zijn broer gaan wonen. Maar zijn broer had toen net een kind gekregen. En moest ook zijn moeder onderhouden. Hij moest Vincent onderhouden. Hij moest zijn eigen gezin onderhouden. En was ook niet helemaal gelukkig meer met het werk wat hij deed. En heeft toen ontslag genomen. En dat is voor Vincent eigenlijk de druppel geweest om... Hij zag allerlei beren op de weg. En is uiteindelijk aan zijn einde gekomen. Ja. Hij zag zijn leven niet meer zitten. Heeft een einde aan zijn eigen leven gemaakt, hè? Ja, en dat is voor Theo heel lastig geweest, want die heeft dat heel vervelend gevonden. En is een jaar later ook, een paar jaar later overleden. Ja. Een van de bekendste schilders van Nederland, afsluitend. Je hebt natuurlijk Rembrandt en je hebt Van Gogh. Ja, je hebt Van Gogh, je hebt Rembrandt, tegenwoordig ook Vermeer. Ja, dat is nu heel erg, dat wordt veel gepromoot nu in het Rijksmuseum. Maar ik denk dat Vincent voor heel veel mensen heel veel mensen aansprak. Vooral door zijn kleurgebruik en door zijn toch wel hele mooie, heldere schilderijen. Novo 3, overal thuis.